Waar hebben wij ooit Surinamers vervelend in de hoek gezet? Dat is... Ja, dan moet ik de heer Öztürk het woord geven, omdat u hem een vraag stelt. Oh ja, dat had ik dan niet zo moeten doen. Was ik mij niet bewust, voorzitter. Nee, maar dat geeft niets. Maar ik wil toch dat we het debat voeren op inhoud. En het gaat vanavond over uitkeringsfraude. Ja, precies. Dus ook collega's erbij halen en personen zou ik dat even weglaten. De heer Öztürk. Voorzitter, de heer De Graaf haalt de hele Turks-Nederlandse gemeenschap, 500.000 mensen. En dan denk ik van, dan geef ik hem antwoord, dan laat ik hem de spiegel zien. De spiegel staat, de heer De Graaf, op de foto met fraude. Waar en wanneer? Nu feiten. Hier. Nu hier, feiten. Ik heb hier. Bewezen feiten, hier. Heb meerdere malen, voorzitter, hier aangegeven dat de heer De Graaf andere mensen met fraude geen uitkering wil geven, terwijl hij meerdere malen voor fraude is in opspraak is gekomen. En dat is precies het probleem in Nederland. Ik maak hier ernstig protest tegen, ernstig bezwaar tegen. Ik ben nog nooit in opspraak geweest vanwege fraude. De aantijgingen van de heer Öztürk, ja, typ ze zelf op. Typ ze zelf op. En duik in mijn verleden. Maar er is geen spoor, maar dan ook geen spoor van fraude te vinden. En zwijg daar eeuwig over, want ik zal je najagen. Dat ben je van mij. Afgelopen, klaar. Dank u. En nou in de hoek. Dank u. Meneer, persoonlijke feit. Voorzitter, ik word hier min of meer bedreigend toegesproken. Dit vind ik te ver gaan. De tijd dat de PVV hier zomaar over bevolkingsgroepen kon praten, die tijd is klaar, voorzitter. Denk eens hier, denk eraan. Ga lekker naar huis. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Nijkerk en de Haan namens de VVD. Dit is het niveau, dit is niet het niveau waarop Kamerleden, volksvertegenwoordigers zich moeten gedragen. Ja, voorzitter, dank u wel. Voordat ik begin wil ik toch eerst wat zeggen over de orde van de vergadering. Ik vond het bijzonder ongemakkelijk wat er net gebeurde, van beide kanten. Ik zou toch een beroep op u willen doen om echt de orde te handhaven. Want ik ben er wel van geschrokken en ik heb net bij de bijdrage van mevrouw Nijkerke ook helemaal niet echt opgelet, omdat ik even zo onder de indruk was van wat er gebeurde. En mensen in het land verwachten wij gewoon van ons dat wij serieuze problemen oplossen. Dus dat wil ik toch even gezegd hebben, dat ik vind dat dit wat hier gebeurt dus echt niet kan. U mag reageren, meneer De Graaf, zonder dat het weer escaleert, hoop ik. Uiteraard, voorzitter, maar ik heb er net mijn mond gehouden. Ik denk, laat ik nou even rustig afwachten. Tuurlijk had ik dat niet moeten zeggen, dat neem ik dat nog eens terug. Maar een politicus, iemand die zichzelf politicus noemt en gekozen volksvertegenwoordiger, dat is het in ieder geval, die een betoog of een interruptie opbouwt, natuurlijk, kan een heleboel hebben. Ik moet een oud collega, oké, kom maar op met die humor, dan moet ik een collega verdedigen die onterecht wordt beschuldigd. En vervolgens word ik zelf voor de 10e keer ongeveer door de heer Öztürk onterecht beschuldigd. Dan ben ik op dat moment ook even een mens en dan ben ik die man, zo spuugzat dat ik iets te felle bewoordingen parlementair heb gebruikt. Dan bied ik mij hier aan de heer Raammaker en de rest van de Kamer mijn excuses voor aan. Maar het geeft wel aan dat niet elke multiculturaliteit een verrijking is van Nederland. En dat hebben we hier net een clash van meegemaakt. Dat is ook de koffie die gezet is van de maatschappij die we net hier gezien hebben. En die wordt soms vrij heet gedronken. Ja. En nogmaals, ik neem een aantal woorden daarvan terug. Ik had minder heftig moeten reageren. En de heer Öztürk, die zal ik voortaan links laten liggen. En ik vind het goed dat u die woorden ook terugneemt. Dat hoort ook in zo'n debat. Als iets uit emotie wordt gezegd en u heeft er spijt van, of het was in de hitte van de discussie, dan moet u ook in staat zijn om daar excuses voor aan te bieden. En dat heeft u gedaan. Dank u wel daarvoor. Gaat u. Ja, voorzitter, ik voelde de emotie bij mevrouw Becker over de aantijging inderdaad in de krant in Turkije. Ik was benieuwd wat ze vond van het optreden van de heer De Graaf, die in dit huis vorige week een collega Kamerlid bedreigde, die vervolgens op social media bedreigd werd door velen, inmiddels aangifte gaat doen. Hoe beoordeelt u die actie? Dat is ook niet aan de orde. Ik ga hier niet collega's de ruimte geven om elkaar te gaan bekritiseren. We hebben het hier over een ander debat en ik wil het eigenlijk daarbij houden. Ja. Een punt van orde. Ja? De heer De Graaf die stelt een vraag in eerste aanleg over de heer Kuzu. U laat dat toe. U laat dat toe. Nee. Voorzitter, ik stel dezelfde vraag. U laat dat niet toe. U meet heel vaak met twee maten tussen. Denk aan de PVV. Ja. Dit is precies wat u nodig hebt waarschijnlijk voor het filmpje van Denk. Ja hoor. Ik vind het respectloos.
hoe hier met elkaar wordt gedebatteerd. En dit is niet de eerste keer. En ik had u graag vorige week hier gezien, zodat u ook kan ingrijpen naar, ook naar uw collega. En dit is geen Studio Aals meer, dit is gewoon een parlement. Mevrouw de voorzitter, dank u wel. Heeft u er een beetje zin in? Zullen we maar beginnen dan? Lijkt me heel goed. Goed zo. Voorzitter, mag ik beginnen met een soort van punt van orde? Het is het niet echt, voordat we aan dit debat beginnen, omdat er iets is wat mij deze zomer enorm heeft gestoord. En dat is een fractie hier in ons midden die vindt, die heeft gezegd, dat Nederlanders maar moeten oprotten uit hun eigen land, en ik citeer dat, voorzitter, als ze problemen hebben met de multiculturele samenleving. Dat zei de heer Kuzu van de fractie van DENK. En daarmee is het masker afgevallen, mevrouw de voorzitter. Dat is dus de echte agenda van de bende van DENK. Nederlanders moeten oprotten uit hun eigen land. En zover is het dus al gekomen met de staat van Nederland. In ons parlement zitten de heren van DENK verkleed in een net pak, die zeggen dat wij Nederlanders moeten oprotten. Die ervoor zorgen en ook dus willen dat wij vreemden in ons eigen land zijn. En ik zou tegen de heer Kuzu willen zeggen, rot zelf lekker op. U hoort hier niet thuis. U bent het vergif van deze samenleving en van deze democratie. Dit is ons land. Dit is niet uw land. Uw land is Turkije. Dit is Nederland. Wegwezen, meneer Kuzu. De heer Kuzu. Voorzitter, ik vroeg me af wat het ordevoorstel is van DENK en of we daar dan over gaan stemmen of zo. Maar volgens mij zit dat er niet in. Dat lijkt me ook niet handig. Maar voorzitter, in de eerste plaats, ik heb heel duidelijk gezegd dat mensen die vinden dat jongeren die hier zijn geboren en getogen moeten oppleuren of oprotten, dat die wat mij betreft zelf hun biezen kunnen pakken. En daar is de heer Wilders het levende voorbeeld van. En de heer Wilders, die werpt zich altijd op als de hoeder van vrijheid. Onlangs organiseerde hij nog een tekenwedstrijdje, waarin hij mensen wereldwijd opriep om cartoons op te sturen, om mensen, moslims, tot op het bot te beledigen. En de heer Wilders, dan vraag ik me af, hoe kan je jezelf opstellen als de hoeder van de vrijheid als je politieke partijen wil verbieden? Als je moskeeën wil sluiten, als je Korans wil verbieden, als je rechters wil ontslaan. De heer Wilders. Als je je eigen cartoons wil verbieden. Hoe kan je je dan opstellen als hoeder van de vrijheid? De heer Wilders. Nou voorzitter, het gaat er niet om of u gelooft dat ik de hoeder van de vrijheid ben. Het gaat erom, en dat is mijn punt geweest, dat u, Nederlanders, en ik verzeker u dat een groot deel van de Nederlanders heeft problemen met die multiculturele samenleving. Dat u tegen die mensen zegt, als je dat vindt, als je daar problemen mee hebt, dan rot maar op met je eigen land. En dat is niet verteerbaar. Dit is niet uw land. Turkije is uw land als u dat vindt. En als wij in Turkije zitten en het bevalt ons niet, mag u ook tegen mij zeggen, rot op uit Turkije. Maar we zitten hier in Nederland. En Nederland is ons land. En u heeft tegen niemand te zeggen dat hij op moet rotten als hij niet vindt dat hij het eens is met de multiculturele samenleving. We hebben al een minister gehad, minister Blok, die zijn woorden in moest trekken omdat hij wat zei. En ik ga niet over het kabinet, maar ik ga wel over al die Nederlanders. Al die mensen die terecht problemen daarmee hebben. En ik laat die mensen niet door u wegzetten, meneer Kuzu. Voorzitter, de heer Kuzu. De heer Wilders bepaalt in dit land niet wie Nederlander is en wie niet. Ik ben Nederlands staatsburger, ik ben Nederlands parlementariër, of de heer Wilders dat nou leuk vindt of niet. Maar wat hij hier doet is eigenlijk symptomatisch voor het gedrag van de PVV in de afgelopen 12 jaar. En daarmee valt het masker van de heer Wilders voor de zoveelste keer af. Het gaat hem niet om de islam als ideologie, het gaat hem om de mensen. En deze mensen, meneer Wilders, de generatie is veranderd. De generatie is mondiger geworden. Die laten zich niet meer wegzetten als, door mensen zoals u. Die hebben een eigen wil, die hebben een mening, die eisen hun positie in de Nederlandse samenleving op. En ik zou vooral tegen u willen zeggen, wend daar eens een keertje aan. De heer Wilders. Goed, voorzitter. Ja, voorzitter, ik wil graag even voortborduren op de discussie die zo net gevoerd is. Als het gaat om onze krijgsmacht, dan zegt de heer Öztürk eigenlijk van, ja, dat heb je eigenlijk niet nodig. De wapensystemen kun je afschaffen, geen straaljagers meer erbij. Doe de wederopbouw ermee, doe diplomatie ermee. Eigenlijk zegt hij, schaf het af, is eigenlijk niet nodig. Onzin.
Ja, zo heb ik het wel gehoord. Als je geen wapens meer koopt, goed, als je er geen geld meer bij doet, dan schaf je het in feite af, dan maak je het kapot. En mijn vraag is, moet Erdogan hetzelfde doen wat Nederland doet? Moet Turkije hetzelfde doen wat Nederland doet? Dus ook alleen maar nog een leger voor de diplomatie, voor de wederopbouw en voor hulpverlening en vredesdoeleinden. Moet Erdogan hetzelfde doen? De heer Öztürk. Voorzitter, ik stel voor dat de heer Bontes de partijprogramma, verkiezingsprogramma van Brand Denk leest. En ik denk dat hij daarna nog een keer na moet denken of hij deze vraag moet stellen of niet. De heer Bontes. Ja, voorzitter, dat is een ontwijkend antwoord. Antwoord nu eens een keer gewoon. Antwoord nu, als het om Turkije gaat, dan blijft de heer Öztürk en ook de heer Kuzu altijd stil. Dan komt er nooit een concreet antwoord. Turkije wordt afgeschermd, Erdogan wordt afgeschermd. Mijn vraag is, onzin. U staat hiervoor te pleiten om het Nederlandse leger zowat af te schaffen. Onzin. Moet Erdogan hetzelfde doen? Waar ligt uw loyaliteit? Onzin. Dat vraag ik me af. De heer Öztürk. Wie ben jij om mijn loyaliteit vraag te stellen? Wie ben jij? Via de voorzitter spreken. En we zitten hier niet je moet eens goed nadenken wie jij wie ben jij wel? Stelt. Wie ben jij nog wel? Wie ben jij om mij een loyaliteitsvraag te stellen? Als ik zoveel van mijn land zou houden, zou ik er gaan wonen. Ik hou van lekker Nederland. Turkije. Ik hou van Nederland, ja? En jij moet... Niet de heer Öztürk via de voorzitter spreken. En u en niet jij. Ja. Lijkt mij. Bent u het ermee eens? Laten we doorgaan. Maar wel met respect en met elkaar in debat gaan. Weet u waar de heer Öztürk eens mee moet ophouden? Dat is de jaren 30 en 40 te gebruiken tegen ons om de subrechten van zijn eigen subgroep te verdedigen alsof het een soort troefkaart was. Alsof het een soort verwijzing is waarmee vervolgens elk weerstand wijkt. Oh, het was zoals in de jaren 30. Daar moet u eens mee ophouden. De enige vergelijking die ik vind dat u zelf zou mogen maken, dat is een introspectieve. En die gaat terug naar de Armeense genocide, waar uw land, Turkije, voor verantwoordelijk is geweest. Daar zou u aan moeten denken. Dat zou u tot nederigheid moeten stemmen. En u heeft helemaal het recht niet om hier zo met zo'n groot verhaal te komen en ons blijkbaar een schuldgevoel aan te willen praten met een nergens geprovoceerde verwijzing naar de jaren 30. De heer Öztürk. Voorzitter, ik heb lang niet het woord wie ben jij gebruikt, maar je hebt het over ons. Wie is ons? Wie ben ik? Dat soort theaterverhaal van nu, denk u dat daar mensen in trappen? Het geval van de Armeense kwestie, het geval van wij hebben een christelijke cultuur. Wij hebben in Nederland een joods-christelijke, humanistische, islamistische cultuur. En mensen die seculier zijn en mensen die niet geloven. Probeert u hier een theaterstuk hier neer te zetten, waardoor het verhaal van dat Nederland van jou is, van degene die zoals u zou denken en dat wij niet van Nederland zijn? Die tijd, meneer Baudet, dat heeft de PVV geprobeerd. Daar trap Denk niet in, daar trap ik niet in, daar hoeft u niet meer mee te komen. De heer Baudet. Nou, ik denk dat dat eigenlijk precies is wat democratie is. Dat is de strijd over de vraag van wie is dit land, van welke ideeën is dit land, van welke culturen of cultuur is dit land, wat voor soort land willen we eigenlijk zijn. En als ik de heer Öztürk hoor, dan hoor ik iemand die opkomt voor immigranten, allochtonen, in naam van, en dan komt het, iets waar hij ons van beschuldigt, namelijk jaren 30, jaren 40. En ik vind dat een hypocrisie, ik vind dat een scheve vergelijking. Ik vind dat als de heer Öztürk zo graag het wil hebben over zwarte bladzijden in de geschiedenis, dat hij moet beginnen met die in de geschiedenis van zijn eigen land, Turkije, de Armeense genocide. En dat hij totdat het punt is gekomen waarop dat volledig is erkend en volledig in de alle gelederen van de bewustwording is doorgewerkt, dat hij het recht helemaal niet heeft om ons met van alles en nog wat om de oren te slaan. De heer Öztürk. Voorzitter, ik ben zo blij met onze grondwet. Ik ben zo blij met onze wetten. Wie bepaalt wie het recht heeft om iets te zeggen? Jij? We spreken. Dat bepaalt onze grondwet. Onze rechten. En de heer Baudet is niets minder en niets meer. Hij denkt dat hij met een vliegtuig naar Ibiza kan gaan en een paar rijke mensen om te gaan en een paar racisten om hem heen die hem een beetje goed praten, dat hij wat meer is dan een Kamerlid hier en met dit soort suggesties richting mij te komen. Hij is niks. Nou. En dat bedoel ik met ons land, onze waarden. Onze waarden zijn vastgelegd hier. Goed. Dat geldt voor u,
en voor mij. En als u mij probeert te marginaliseren en als u zegt van in de jaren 30, ja, als u opkomt voor de nazi's in de jaren 30, dan moet u dat nu zeggen. In de jaren 30, 40 hebben de nazi's ons land, Nederland, kapot gemaakt. En als u voor die stijl gaat, zo van laat dat maar gebeuren, dan moet u het maar zelf weten. Ik ga toch even iets zeggen van dit niveau van het debat. Nogmaals, het gaat om de begroting Binnenlandse Zaken. En volgens mij is op dit punt genoeg gewisseld en het niveau wordt er niet beter op, zeg ik tegen u, meneer Baudet, maar ook tegen u, meneer Sturk. Laatste opmerking en dan wil ik voorstellen dat u verder gaat. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Zoals altijd waardeer ik uw inbreng zeer. Maar ik wil toch nog even terug, want kijk, het punt dat ik wil maken is volgens mij wel degelijk heel essentieel en inhoudelijk. Dat is namelijk dat de kwesties die nu spelen met betrekking tot immigratie-integratie, met betrekking tot hoe wij de publieke ruimte willen vormgeven in ons land, dat zijn kwesties van nu. En de morele chantage om altijd maar met de Holocaust, met de jaren 30, om de hoek te komen kijken. En alles wat gebeurt is een herhaling van en dit en dat. En iedereen, dat is volgens mij een vervalsing van het debat. Dat is een hele valse en vervelende manier om de discussie te kapen, om een soort morele high ground te creëren en het niet te hebben over de issues die gewoon nu daadwerkelijk spelen. En daarom dat ik zeg, de heer Öztürk is heel snel bereid om ons te wijzen op de zwarte bladzijdes in onze geschiedenis. Nazi's. Bladzijdes die wij overigens als geen andere cultuur in de wereldgeschiedenis erkennen. Als iets het Westen definieert, is het ons vermogen om onze eigen fouten toe te geven. Dat heb ik nog niet in de Turkse cultuur teruggezien. U heeft uw punt gemaakt, de heer Öztürk. Nou, als de heer Baudet van de fout van de jaren 30 had geleerd, stond u daar niet. Als de heer Baudet zegt op het moment dat ik opkom voor mensen die hun geloof niet kunnen beleiden, omdat daar belemmerd wordt. Op het moment dat, ik zal dadelijk ook de onderzoeksresultaten laten zien, dat 91% van de mensen die moslim zijn, bang zijn. En dat ik daar niet voor mag opkomen. En op het moment dat ik een voorbeeld geef van de geschiedenis waar het toe heeft geleid, dat hij dan voor die nazi's opkomt, dan denk ik van, dan zijn we vergezakt hoor. Ja. De uil van Minerva en al die verhalen kloppen dus. Ik wil echt dat hele verhaal klopt dus. Op het moment dat u met dit soort suggesties komt van u mag de jaren 30 niet als voorbeeld nemen, dan zegt u van ik hunker naar de jaren 30. Nee, meneer. Daarmee moet u mee ophouden. En mij marginaliseren van Turkse cultuur. Ik ben Kamerlid voor Nederland. Gaat u verder met uw En ik denk dat het goed is dat de heer Baudet dat goed in zijn oren knoopt. Goed. Gaat u verder. Persoonlijk feit, de heer Baudet. Als u iets van mijn familiegeschiedenis zou weten, dan zou u inzien hoe wanstaltig deze opmerking is. Dat er niets in mij is dat op een of andere manier het nazi-gedachtegoed zou willen verdedigen. Ik ga er ook verder helemaal niet op in of zo, maar dit is zo'n wanstaltige, bizarre opmerking. Ik wil er toch heel even iets over gezegd hebben. Dat laat ik echt niet over mijn kant gaan. Dat heeft u gedaan, de heer Öztürk. Ik wil eigenlijk het voorstel doen dat u verder met uw betoog gaat. Want hij heeft een persoonlijk feit gemaakt. Daar hoeft u echt niet op te reageren. Gaat u verder. Ik wil wel gezegd hebben dat ik al 21 jaar werkzaam ben in het openbaar bestuur. 15 jaar raadslid, 6 jaar statenlid, 7 jaar kamerlid. En dan nog dit soort opmerkingen aanhoren over Turkije en Turkse cultuur. Het is gezegd. Dan denk ik van, gaat u verder. Dan denk ik van, heeft die woorden die ik net heb gezegd. Gaat u verder. Maar ik mag hopen dat dat we, als we over anderen spreken, dat we elkaar recht doen. En dat doet u niet. B, dat we altijd op zoek gaan naar hoe kunnen we de kloven kleiner maken. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er een integratie komt die wel werkt. Dit kabinet werkt eraan en het zou de heer Kuzu sieren als hij in positieve zin daaraan meedoet. De heer Kuzu. Voorzitter, ik moet helaas tot mijn spijt concluderen. Op het moment dat hier wordt gesproken over een term als het drama, het multicultureel drama, en vervolgens die nuance en hetgene wat er precies mee wordt bedoeld, het maken van een dergelijke opmerking aan het licht moet komen, dan zou ik ook vooral tegen alle politieke partijen, inclusief de ChristenUnie, willen zeggen, gebruik dan niet van dat soort krachttermen zoals het multicultureel drama, ooit bedacht door Paul Scheffer,
overgenomen door de politieke agenda van Fortuyn, wat overigens vervolgens is opgepakt door de PVV. Daar zit een lading aan waar je mensen in de samenleving waar het om gaat gewoon diep mee kwetst en mee krenkt. En u heeft ook waarschijnlijk vast en zeker de reacties op uw Twitterbericht gelezen, meneer Segers. Op het moment dat je ziet wat daar staat, dan zou ik zeggen, pak de handschoen van polarisatie zelf ook eens een keer op. Nog een interruptie van de heer De Graaf. Ja, voorzitter, ik wilde even wachten tot de heer Kuzu klaar was met raaskallen. Hij spreekt vaak op zalvende toon over acceptatie en verbinding. En dan komt het hele linkse broddelwerk van allemaal zoetgevoosde woorden komt dan voorbij. En vervolgens slaat hij in de ronde met het fascistische gif van de PVV. En wat is uw vraag? Nou, ik mag toch even inleiden kort, dacht ik zo. Dat is nogal wat er gebeurt nogal wat namelijk daar aan die kant van de tafel bij die moslimse meneer van Denk. Want wat hij doet, en dat wil ik wel duidelijk maken, maakt er anders maar een punt van orde van, vind ik ook prima, is zelf bij de fascistische grijze wolven op het podium gaan staan, met ze op de foto, de grijze wolven daarmee ondersteunen, een extreemrechtse Turks-nationalistische fascistische organisatie, en vervolgens smeert hij een andere partij, in dit geval de PVV, het fascisme aan. Voorzitter, ik wil eens punt van orde maken. De heer Kuzu heeft eerder, aan het begin van deze zomer al gezegd, wie de multiculturele samenleving niet aanstaat, die rot maar op uit Nederland. Wie is hier de fascist? Daar zit hij. Als er al iemand zit in deze zaal, ik zal het normaal nooit in mijn woorden nemen, maar als er al iemand zit en als ik gedwongen word, daar zit hij. Dat is hem. Tunahan Kuzu van Denk, van de Grijze Wolven. Het was een punt van orde. Ja, voorzitter. En, geen vraag. Ja, maar ik ga er wel op reageren. Maar mag er van mij op voorzitter, reageren. Ik zou... Ja. Ik heb inderdaad heel goed naar de heer De Graaf geluisterd. En op het moment dat het gaat over dit soort kwesties, dan word ik op één dag word ik uitgemaakt voor AKP-aanhanger, voor grijze wolf, voor extreme moslim, voor halve terrorist. En dat komt allemaal uit de mond van de PVV. Vandaag vindt er een nieuw dieptepunt plaats. Maar ik heb het gehad over het fascistische gif van de samenleving. En dat de PVV zich daar schuldig aan maakt. En wat is dat gif, voorzitter? Dat is dat het extreem nationalistisch is. Dat er valse tegenstellingen worden gecreëerd, ook in dit debat tussen moslims en niet-moslims. Dat er een continue strijd plaatsvindt om zeg maar, de eigen natie te midden van andere naties in een globaliserende wereld te doen laten overleven. Voorzitter, als dat geen fascisme is, dan zeg ik het ook hier. De PVV is de fascist. En een van de loopjongens van Geert Wilders, van de grootste fascist van de afgelopen eeuw, die zit daar. Verticale kop. Nee, meneer De Graaf. Meneer De Graaf, ik heb hier voorzitterschap. Het woord is eerst aan de heer Heerma. Ja, ik zou ook een punt van orde willen maken. We hebben in de vorige periode gezien, en volgens mij hebben diverse sprekers in dit debat al over de vergiftigende sfeer in het maatschappelijk debat rond integratie gesproken, hoe vanuit de PVV en Denk in eerdere integratiedebatten, bijvoorbeeld ook over collega Marcouch, teksten zijn uitgesproken waarvan hij aan één kant de moslimbroeder werd genoemd, aan de andere kant was hij een verrader van de islam met een geheime agenda die te vernietigen. En we zitten hier alweer op het bedenkelijk niveau dat Kamerleden elkaar voor fascisten uit gaan maken. Volgens mij is dat niet de wijze waarop wij dat debat hier met elkaar voeren. En ik zou via u voorzitter, maar ook de collega's willen oproepen om daarmee op te houden. Dat levert geen enkele bijdrage aan het debat. Voorzitter, ik zou zo graag gezien hebben. Ik zou zo graag gezien hebben dat op het moment dat de PVV begon met het uitmaken van mij voor fascist, dat punt van orde door de hele Kamer, door de hele commissie was gemaakt en niet na mijn reactie. Want dit is precies ook wat er gebeurt. Geert Wilders zegt tegen mij tijdens een debat dat ik moet oprotten. Ja. Vervolgens sta ik op, gebruik ik nette woorden. Ik zeg, pak zelf je biezen, ga zelf lekker weg. Ik zie dat niemand opstaat en zeg vervolgens, ga lekker zelf weg, rot zelf op. En dan ben ik de schuldige. Voorzitter, het is actie-reactie. En inmiddels hebben we te maken met een generatie die het ook niet meer pikt om zo te worden weggezet. Okay. Wij van Denk zijn niet altijd even politiek correct. Dat weet ik. Dat doe ik ook bewust. Maar wij zeggen ook terug wat terug op het moment dat dit soort schofterige uitlatingen in onze richting komen. Punt is gemaakt. Ik zou willen voorstellen. U had nog één minuut in de tijd die u heeft toebedeeld gekregen dat u bijdrage afmaakt.
Het woord is aan de heer Kuzu. Voorzitter, ik ben gebleven bij de VVD, want de VVD doet PVV-corvée door een nummertje te maken van de Turkse weekendscholen, door bij voorhand te stellen dat het anti-integratief werkt. Hun boodschap is, wij zijn moreel superieur. Met andere woorden, onze cultuur is beter dan alle andere culturen. En fraude bij het inburgeringsexamen betekent geen verblijfsvergunning en het land uit. Ja dus, maar VVD'ers die fraude en sjoemelen, denk aan een uitvaartondernemer, die hoeven niet het land uit, die mogen voorzitter worden van de VVD. Voorzitter, in dit huis worden debatten gevoerd over het zogenaamde Marokkanenprobleem, over het Turkenprobleem, over sharia-wijken, over sharia-rechtbanken, over die dreiging van alle salafisten, over lange armen, over haatimams, over genetisch niet met elkaar kunnen samenleven, over tuig, over weekendscholen en nog zoveel meer. Actief wordt een beeld neergezet van een samenleving die in vuur en vlam zou staan, en dat is allemaal de schuld van bepaalde minderheden. De mensen in het land kijken ernaar en halen hun schouders op. Ach ja, weer die politie. De discussie over integratie is al lang achterhaald. Ze worden bang gemaakt door de politiek en opgehitst door een aantal media die straks ook met koeienletters een ophitsende kop gaan maken. En als je dit spel doorhebt, voorzitter, dat zijn dan mijn laatste woorden. Als je dit spel doorhebt en je prikt er doorheen, dan ben je aan het polariseren. Voorzitter, onzin, flauwekul. Ik dank u wel. En daarmee constateer ik dat we de eerste termijn... U wilt nog een interruptie afmaken? Nou, volgens mij is het goed om te kijken is er volgens mij ook behoefte aan de schorsing. Kijk ook even naar het gevoel van de vergadering en die steunen mij daarin. Voorzitter, mag ik een punt van orde maken? U mag een punt van orde. Ik heb nog een interruptie staan, die zou ik graag willen gebruiken. En die gunt u mij niet, omdat de heer Kuzu aan het eind van zijn raaskallen is. En daar mag ik dan niet op reageren. Nee. Ik ben hier voor rotte vis uitgemaakt. De PVV is voor fascistoïde of voor fascistische partij uitgemaakt. Nu weet ik dat de heer Kuzu zichzelf voor eeuwig heeft gedisqualificeerd zo net. Want het had geen enkel niveau. Het was werkelijk, de honden lusten er geen brood van. Ik weet dat ze binnen de islam niet van honden houden, maar ze lusten er geen brood van. En ik wil het wel gezegd hebben en ik wil wel duidelijk hebben gemaakt tegen heel Nederland, mensen die het misschien ooit eens een keer achteraf terugkijken, trap er niet in dit lelijke, vervelende, vieze slachtoffergedrag. Hij steekt een brandje aan en vervolgens wijst hij naar een ander als de Graaf. Voorzitter, meneer De Graaf, punt van orde van mijn kant. Voor mij had de PVV dat 10 jaar geleden al gedaan. Heren, het is nu klaar. Het is nu klaar. Wij ronden de eerste termijn aan de zijde van de Kamer af.